De afgelopen dagen gebeuren er zoveel transfers. Je merkt gewoon alles dat het seizoen weer het beginnen is, overal natuurlijk. En dat veel ploegen nog echt bezig zijn met het bij elkaar verzamelen van hun laatste spelers om hun selectie compleet te maken. En vandaag weer een nieuwe transfervideo. Hopelijk heb je er zin in en laten we maar beginnen. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. Meer dan de helft van de mensen die kijken is dat momenteel nog niet. En we moeten doorstrijden naar de 105k, dus doe dat vooral even als je nu kijkt. En ik wil het nog even snel over SoRare hebben. Zoals jullie weten heb ik ook een tweede kanaal waar ik SoRare video's op maak en meer informatie geef over het spel en mijn Road to Glory laat zien. Ik heb daar nu een video op gemaakt waar ik uitleg hoe je ook gratis met SoRare geld kan verdienen. Bij mij gaat het best wel redelijk, zodat ik vorige week weer 50 euro gewonnen en die zie ik echt wel uit na de aankomende week. Check vooral de video als je mijn teams wil zien waarmee ik dan meespeel. Ik ga echt enorm veel teams maken de komende weken en echt proberen mijn club zo groot mogelijk op te bouwen. Dus het zou vet zijn als je mijn journey daar wil blijven volgen. Maar in ieder geval, je kan dus ook gratis met zo best wel kans maken op het winnen van geld en kaarten die je weer door kan verkopen. Dus als je erin geïnteresseerd bent, check dan voor de link in de beschrijving en mijn tweede kanaal. En koop je nou 5 spelers via de Newcast Auctions als je je aangemeld hebt via de link in de beschrijving. Anders krijg je die dus niet. Dan krijg jij een gratis limited kaart cadeau. Dat kan dus een speler zijn als Cesar Hierro die 25 euro waarde is, of een Murillo die 10 euro waarde is, of een speler van 1 euro als je pech hebt. Maar daarmee kan je in ieder geval al meteen het bedrag dat je erin hebt gestopt een beetje opbouwen of gewoon het bedrag direct terugverdienen als je maar met een klein budget speelt. Het is heel ziek, dus check vooral de link in de beschrijving en mijn tweede kanaal. Laten we snel beginnen met de transfertjes. Vandaag beginnen we met Jurgen Ekkelenkamp. Vorige keer besprak ik hem ook al. Toen zei ik dat hij naar Antwerpen zou gaan, maar dat ook Brugge interesse zou hebben. Na die video bleek het al snel zo te zijn dat eigenlijk Brugge de betere papieren had voor Jurgen Ekkelenkamp. Maar ja, ik kan het nu achteraf wel zeggen. Ik had gewoon meer een onderbuikgevoel op dat moment. Puur vanwege Overmars, dat hij toch eerder zelf voor Antwerp zou kiezen. Achteraf blijkt dat nu ook te kloppen. Ekkelenkamp gaat toch kiezen voor Antwerp en hij zal voor een bedrag van rond de 5 miljoen daar naartoe vertrekken. Lijkt mij voor hem ook een betere keuze. Antwerp is toch stabieler geweest deze transferperiode. Wat je ziet bij Club Brugge is dat daar een aantal belangrijke spelers weg zijn gegaan. Bij Antwerp zal hij waarschijnlijk een belangrijkere rol krijgen en ze zijn daar wel bezig met een heel interessant project. Als hij daar gaat spelen, kan hij weer een belangrijke rol aannemen. En ik ben benieuwd hoe hij daar gaat doen. Charles de Ketelare. Ja, ik moet hem nog even bespreken. Als tweede keer bespreken hem nu in deze video. De tweede Pro League transfer van deze video. Hij wel van Club Brugge. Hij gaat daar weg. Gaat nu definitief naar AC Milan toe. Het is eindelijk 100% zeker. En hij zal voor een bedrag van 35 miljoen euro vertrekken bij Club Brugge. Ja, snel een opvolger vinden voor deze aanvallen, dat gaat ze niet lukken. Misschien wel helemaal niet. Ze zullen sowieso nog wel actief gaan zijn aan de transfermarkt. En ik ben benieuwd welke club of welke speler Club Brugge uiteindelijk nog gaat halen op deze positie. Jasper Cillessen, we bespraken hem vorige keer ook al. Toen was het nog een beetje gissen. We wisten dat er een meeting zou zijn met de zaakwaarnemer van Cillessen en Valencia. Dat was toen meer het nieuws. Maar er was toch niet echt een definitieve club waar hij naartoe zou kunnen gaan. We spraken toen ook Ajax, was ook meer een beetje na de deceptie van Jay Gorter in de Johan Cruijffschaal. Maar het is nu wel al zeker waar hij naartoe gaat. NEC wordt een nieuwe club, een verrassing in de maak. En het is interessant dat hij voor deze ploeg kiest. Het is ook wel goed dat hij voor deze ploeg kiest. Maar wat we hebben gemerkt bij Cillessen de afgelopen jaren is dat hij echt wel heeft uitgesproken dat hij naar een ploeg wil gaan waar hij zekerheid heeft op keeper. Bij Ajax zit dat misschien een beetje. Kijk, Pasveer gaat waarschijnlijk gewoon onder de lat staan zodra hij terug is van zijn blessure 100%. Maar ja, het is voor hem een goede keuze als je met 100% zekerheid onder de lat wil staan. Is het een goede keuze voor hem met het perspectief op het WK? Dat weet ik dan maar niet. Kan de basiskeeper van NEC naar het WK toe? Het is apart als je het zo zegt natuurlijk. En er is niks mis met onder de lat staan bij NEC. Maar dan ook, het zou een beetje raar zijn, want Matthijs Brandenhorst keepte vorig seizoen ook heel goed bij NEC. En bij hem zou je nooit een beeld brengen bij het Nederlands elftal. Nu is Cillessen natuurlijk een hele andere keeper, een keeper met veel meer ervaring. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen onder de lat bij NEC. Jorge Sanchez, rechtsback bij Club America, gaat waarschijnlijk naar Ajax toe. Een akkoord is in de maak. Het zal tussen de 5 en 6 miljoen zijn. En daarmee heeft Ajax wel versterking nodig op die rechtsbackpositie die ze daar ook zochten achter Rens. Ik weet niet of hij gekocht wordt als eerste back, zeg maar.
Ja, wij kennen deze speler natuurlijk in Nederland ook nog niet echt. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. De afgelopen jaren, als je kijkt naar het transferbeleid achterin bij Ajax, is het niet heel erg spectaculair geweest. Er zaten natuurlijk wel een paar goede spelers bij. Maar ze hebben ook wel een aantal mismatches gehad achterin. Dus laten we hopen dat deze Jorge Sanchez het wel goed gaat doen. En ze betalen dan in ieder geval wel best wel wat geld voor. Ja, en dit zou eigenlijk meteen de exit kunnen betekenen voor Kluivert bij Ajax. Een vrij uitzichtloze situatie voor hem. Hij heeft eigenlijk nooit echt kunnen laten zien wat hij waard zou willen zijn voor Ajax. Mede door zijn blessureleed. Vrij heftige blessures gehad. En nu is Utrecht opnieuw geïnteresseerd in de back. Een bedrag is niet bekend, maar het lijkt mij dat Ajax niet heel veel voor deze back kan vangen. En het lijkt mij dat Kluivert zelf ook weg wil, nu hij helemaal geen perspectief meer heeft op spelen bij Ajax. Het zou dus gewoon een goede transfer zijn voor hem als hij een overstap maakt naar Utrecht. En we kunnen eigenlijk wel verwachten dat hij die overstap gewoon gaat maken. Frenkie de Jong. Ja, een nieuwe wending in zijn verhaal, in zijn enorm grote soap. Ja, nog altijd wel Barcelona dat hij vertrekt. En nu lijkt Chelsea echt nog één keiharde push te gaan maken om te gaan voor Frenkie de Jong. Chelsea lijkt er een beetje klaar mee te zijn. De kwelgeest die afgelopen transferperiode boven hun hoofd hangt. Met allemaal spelers die weggekaapt werden, zoals De Ligt, met Rafinha, met Koundé. Ze zijn er klaar mee. Ze gaan nu volop pushen voor bepaalde spelers. En ik denk dat we in de komende week misschien zelfs wel opnieuw een persoonlijk akkoord voor Frenkie kunnen zien. Kijk, en Chelsea is interessanter voor Frenkie. Of andersom, Frenkie is interessanter voor... Dus ik weet hetzelfde, toch? Maar ik bedoel ermee te zeggen dat het voor Frenkie logischer is om naar Chelsea te gaan, omdat je daar wel Champions League speelt. En daar heb je wel eerder uitzicht om ook dit jaar weer in de top 4 te eindigen. Waarbij Manchester United natuurlijk wel Erik ten Hag trainer is. Maar je weet niet hoe dat dit jaar daar gaat lopen. Het lijkt nog altijd wel of er in de selectie eerder problemen daar zullen ontstaan dan bij Chelsea. Dus ja, het zou een logische overstap zijn. En ik denk dat er stiekem wel een akkoord in de maak kan zijn. Cucurella. We dachten eigenlijk na de volgende transfervideo waar we ook bespraken dat het klaar was. We zagen ook een aantal posts van grote bronnen die eigenlijk aankondigden dat er een akkoord was, dat het goed was. En er zou uiteindelijk een bedrag van rond de 60 tot 63 miljoen euro betaald worden voor de linksback. Maar, apart, ja, dit zagen we niet aankomen. Brighton kwam met een statement naar buiten dat er nog totaal geen akkoord was bereikt rondom een transfer van Cucurella. Dat wil niet zeggen dat er niks gaande is. Er is zeker weten wel contact tussen beide partijen. En waarschijnlijk kan er ook nog altijd een akkoord komen binnen de komende paar uren of dagen. Maar er is nog geen akkoord. En dat wordt wel geschetst aan de buitenwereld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nu precies speelt. Dat weten we allemaal niet. We weten wel dat er echt wel een transfer in de maak is. Maar dat die dus langer duurt dan dat er van tevoren was verwacht. Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, opnieuw een Chelsea transfer. Ik bespreek ze allemaal achter elkaar. En zoals ik net ook al zei, Chelsea is er klaar mee om steeds weer weggekaapt te worden. En gaat nu gewoon volle pushen voor spelers. Dat idee krijgen we wel. En dus ook bij Pierre-Emerick Aubameyang. Onder andere Fabrizio Romano presenteren hem op een blaadje. Dat hij echt wel op een lijstje staat bij Chelsea voorin. Om aangetrokken te worden. We weten dat Chelsea nog op zoek is naar een aanvallende versterking. Dat Timo Werner misschien nog wel weggaat. En ja, Aubameyang zou echt wel een optie kunnen zijn. Er is nog geen officieel bod gedaan voor Aubameyang. Maar ik denk dat voor Aubameyang, die het seizoen vorig jaar heel goed eindigde bij Barcelona. En nu ook een beetje een uitzichtloze situatie is gekomen. Door het aantrekken van Lewandowski, die gewoon de nieuwe nummer 9 is. En op flanken waar eigenlijk al zoveel bezetting is. Met Rafinha, met Ansu Fati, met Ousmane Dembele. Noem maar op, er is nog een hele andere lijst met spelers die voorin kan spelen bij Barcelona. En dus is het voor Aubameyang helemaal niet zo'n gek idee om een overstap te maken naar Chelsea, waar hij waarschijnlijk wel zou spelen. Ja, maakt hij dan verkeerde keuzes in zijn carrière door dan toch naar Barcelona te gaan? Dat weet ik niet. Uiteindelijk ging hij daar natuurlijk met een bepaald idee naartoe. Had hij waarschijnlijk ook al vertrouwen dat hij dit jaar zou spelen. Maar dat vertrouwen is misschien gewoon weg. En misschien is het daarom gewoon beter om die stap te maken naar Chelsea. Maar ja, er moet eerst een akkoord komen tussen beide ploegen. Ik denk dat Barcelona niet heel erg moeilijk gaat doen. Want iedere euro die ze momenteel binnen kunnen krijgen, die trekken ze bijna uit je handen. Strand Larsen, speler van FC Groningen. Er is een bod gedaan van 10 miljoen euro van Middlesbrough. En dat is interessant, want dat is veel geld. Vooral voor een ploeg als Groningen. Maar Marc-Jan Flederis, technisch directeur van Groningen, heeft gezegd nee. Ze hebben de aanbieding afgewezen, want ze willen hem nog graag een jaar
bij de selectie houden. Wat enorm gewaagd is. Speelt hij dit seizoen niet zo goed jaar als vorig seizoen, dan keldert die transferwaarde misschien wel meer dan de helft. Misschien kunnen ze hem dan volgend jaar voor maar 4 of 5 miljoen verkopen. En er is ook bijna geen interesse van binnen de Eredivisie voor hem geweest. In ieder geval niet voor vanuit de top van de Eredivisie, geloof ik. Wat nu het geval is, is dat ze hem dus houden en of wachten op een veel betere aanbieding of van andere interesse, of echt van de wens van de speler dat hij per se definitief weg wil. Maar dat lijkt er nu nog niet echt te zijn. En ja, Middlebro, laten we eerlijk zijn, het is niet echt een stap omhoog vanuit Groningen, die best wel een prima selectie hebben om het aankomende seizoen echt wel het linker rijtje te gaan aanvallen. Dus ik denk dat er best wel een kans is dat hij nog altijd zal blijven. Misschien is niet iedereen het ermee eens dat hij voor zo'n groot transferbudget bot toch zal blijven. Maar Groningen heeft veel vertrouwen in de aanvaller. Senesi dan, interessante nieuws rondom hem. Ook hier een ploeg uit Engeland geïnteresseerd. Bournemouth wil Senesi aantrekken. Hier is onder andere weer geconfirmed door alle grote bronnen die er maar zijn, dat er echt wel definitief concrete interesse is, om het zo maar te noemen. Er is alleen nog geen bod gedaan bij Feyenoord. Er is puur contact met Senesi geweest. We weten nog niet waar dat tegenover staat. We weten wel dat Feyenoord hem graag wil behouden. En we hebben het in de vorige transferperiodes ook al meegemaakt. Er is al vaker interesse voor Senesi geweest. Toen wilde Feyenoord rond de 20 miljoen euro hebben. Feyenoord lijkt nu redelijk een selectie bij elkaar gepakt te hebben. Het centrale duo Senesi-Trauner, dat willen ze graag behouden. Dus ik denk dat Feyenoord er alles aan zal doen om Senesi bij de selectie te houden. Renato Sanchez, eindelijk groen licht voor zijn transfer. Hij vertrekt van Lille naar Paris Saint-Germain, wat we eigenlijk al lang hadden verwacht. Ja, weet je wat er bij hem was? Misschien was Paris wel aan het wachten op een transfer van een Wijnaldum, een middenvelder die wegging, om het zomaar even te noemen. Dat weet ik eigenlijk niet. Het duurde Renato Sanchez allemaal te lang, waardoor hij ging twijfelen om misschien naar AC Milan te gaan. Maar uiteindelijk is er nu al toch een akkoord gevonden. Een enorm laag transferbedrag, 15 miljoen euro. Een goede transfer vanuit financieel perspectief van Paris Saint-Germain. Een slechte transfer als je naar mij vraagt voor toekomstperspectief van Renato Sanchez. De kans op spelen bij Paris is gewoon niet heel erg groot met de lichting middenvelders die daar momenteel al rondlopen. Dus het is voor hem lastig om zich daar te gaan werven in de selectie. Laten we hopen dat we zijn talent opnieuw in Frankrijk kunnen zien en dat hij toch wel minuten gaat maken bij Paris Saint-Germain. En een van de leukste transfers van deze video, als je naar mij vraagt, Karel Eiting, die naar Volendam gaat. Volendam stunt al een klein beetje met het aantrekken van Henk Veerman, die geen perspectief meer had op spelen bij Utrecht na de komst van Bas Dost. Maar ja, Karel Eiting is toch wel een stunt. Dat een speler die interesse had, weten we ondertussen ook al, van Utrecht en een club uit de Bundesliga, als ik het goed heb. Durf ik even niet te zeggen, er waren in ieder geval meerdere ploegen geïnteresseerd in hem. Dat hij dan toch naar Volendam gaat, vind ik wel leuk en mooi om te zien. Kijk, daar krijgt hij wel een hele belangrijke rol. Ik ben ook echt benieuwd hoe hij het daar gaat doen. En ik vind het leuk om te zien dat zo'n spelers dit soort keuzes maken en terugkomen naar Nederland om hier weer te kunnen voetballen. Het zegt wel echt wat over het voetbalklimaat waarin we ondertussen leven in Nederland. Misschien is het niet eens per se omdat we zo'n enorm goede competitie hebben, maar mensen willen gewoon graag terugkomen naar Nederland om hier weer opnieuw te voetballen. Ik ben enorm benieuwd hoe hij het gaat doen. Of hij zijn potentie kan waarmaken die hij ooit had bij Ajax. En of we hem weer kunnen gaan zien schitteren in de Eredivisie. In ieder geval een hele leuke transfer. Dit waren de transfers van vandaag. Misschien heb je het opgemerkt, misschien niet. Ik heb geprobeerd ook een aantal iets kleinere transfers te bespreken. Van iets kleinere ploegen. Of ja, minder, niet alleen de top 3 ploegen van de Eredivisie. Maar ook bijvoorbeeld een Strand Larsen. Ook bijvoorbeeld dus een Karel Eiting. Ik vind het wel leuk om ook dat soort transfers te benoemen. Als je dat ook leuk vindt, laat het dan vooral weten in de comments. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity en dan zie ik jou wel terug in de volgende transfervideo. Jongens, later.